Waar is de dode mokai? Loop iedereen te zien. Alla, vanoeden wel vol roet, geel en groen. Appel en peren bedoel ik, want verzint hij in de fruitveiling in Merkrode en verzint hij niet voor niks, Ivo? Nee, verzint hij natuurlijk om echt te vertellen over onze carnavalsplannen. Carnaval alles komt er weer aan op Omroep Krijland. Onder andere vanuit deze veiling al. Hier werd het LVK georganiseerd namelijk op 3 februari. Dat zijn voor uiteraard bij, hè, zo dicht bij je huis. Misschien wel met een gulpense inzending voor zullen zie je. De dag erna zijn voor je ook nog. Want dan proef er een beetje nou van die LVK sfeer. Onder andere met de winnaar van het allereerste LVK. Ja, en het allereerste liedje dat hoos van ijzer tot de mokerij. En zo zal het carnaval alles dit jaar ook een beetje uitzien. Want voor zijn namelijk carnaval alles on tour. Ik zou binnen zeggen van Wolfhaag tot de Bijtsenhoven of ze gaat. Voor zijn kriskras door het Krijtland op zoek naar die echte leuke carnavalsmomenten. Ja, en onder andere bist u te gast bij de Renpieten uit Vols, bij de gemeenteprins. We gaan naar buitenreeders kijken. We hebben een showbelet nog te vormen. Ja, de beste buitenreeders van het land komen langs. Het wordt heel feestelijk, het wordt heel kleurrijk. Ja, voor zondag van 2 februari tot aan Eschgoonstig. Maar ook nog met houvast, hè? Ja, want dan hebben we een reportage van de grote Vulzer carnavalsoptocht. Er hoeft dus helemaal niks te missen dit jaar. Nee, helemaal niks. Wilt je alvast in die carnavalsfeer komen, zit hem dan op Omroep Krijland de komende weken. En de rest is nog maar één ding om te zeggen. Alla. Alla. Het is carnaval, ja, dan ben ik altijd toch. En alle schoenste meertjes lopen niet meer achter me. Ik heb een hele grote toewa. Welkom beste kijkers bij Omroep Krijtland. We hebben een vol programma, daarom beginnen we meteen. Tafelvoetbalclub Blauw-Wit vierde 17 december hun 50-jarig jubileum. Jong en oud konden zich vergapen aan onder andere een demonstratiewedstrijd, gespeeld tussen het Nederlands team en een All-Star team met wereldkampioenen. Omroep Krijtland ging een kijkje nemen. Ik zal nooit jealous. Nou, we zijn de 3 januari 1962 waren we bijeen. We houden van te vuren een half jaar, een jaar. En we naar de hoer met een lekker putje beer en dan zo ringen kijken. En dan hadden we op een gegeven moment een vriendenclub opgericht en daar hadden we dus een tafelvoetbalvereniging begonnen. Daar waren we bij de Tuin Jeukens. En daar was de Blauw-Wit voetbalverein. En dan hebben we gezegd, laten we die naam overnemen. En nou, dat is aardig geluk. We zijn een echte vriendenclub geworden. En dat had ze zo enorm ontwikkeld daarvoor dus. Op een gegeven moment met 3 teams aan de competitie, ze had kunnen meedoen. Kikkeren, dat is een ontspannende spanning op de vrijdagavond tussen man en vrouw. Maken er geen onderscheid in en het gaat om techniek, tactiek, samenhorigheid, teamgeest, behendigheid aan het balletje. Balletje gaat van links naar rechts in competitief verband. En dat is als kroegensport begonnen met een pilsje bier erbij en uiteindelijk uitgegroeid tot een wereldsport wat over de hele wereld werd gespeeld tot in Las Vegas. Nou, de competitie werden verschillende klassen gespeeld. Vanaf tweede, eerste klas, overgangsklas en herenklasse bij de NTVB en ook in de Zuidoosthoek.
En door ons in de hoogste klasse zijn de lichte ereklasse. Waardoor eindelijk de meeste spelers van het nationaal team, wat voor het Nederlandse kampioenschap, voor de Nederlandse dingen gunt, die werden door geselecteerd en die spelen de Europees en de wereldkampioenschap. Maar dat is ook wel verschillende tafels. De competitie werd eindelijk op de topper gevoetbald en op wereldniveau werd eindelijk op verschillende tafels gespeeld. Ja, de spelregels zijn eigenlijk heel simpel. Er werd immer met 2 tegen 2 gespeeld, zowel in de competitie als tijdens het toernooi. Tijdens het toernooi werd er tot de 10 gespeeld en tijdens de competitie tot de 16. Ja, wanneer de wedstrijd begint, is het de bedoeling zoals bij het gewone voetbal om een aftrap te nemen. Hijvuur werd met de middelste stang een aftrap genomen, moest de bal naar de andere pop rollen. Wanneer dit is gebeurd, kan het spel beginnen. En dan mag het niet uit wie ze speelt. En de gekke goal telt aan. Mag niet uit wie ze veld. TVC Blauw-Wit 62 de IJs is nu 50 jaar actief binnen het tafelvoetbalwereldje. Ze zijn de grondleggers geweest van de Zuidoosthoekbond. Ze hebben hun sporen verdiend in beide bonden. 25 jaar Zuidoosthoek en nu 25 jaar in de Nederlandse Tafelvoetbalbond. Daar had Blauw-Wit zich altijd gemanifesteerd met 3 tot 4 teams door de jaren heen. Ook veel jeugd aangetrokken vanuit het dorp en omringende dorpen. En onze drijfsfeer is na 50 jaar nog steeds hetzelfde. Dat we de jeugd willen triggeren, vuur komen te tafel voetballen. En niet denken van er moet een hoop pilsjes bij. Nee, het is competitief geworden, dat werd steeds sneller, de tafels werden beter. En daar willen we naartoe. Dus voor ons is het zo dat voor wie de jeugd heeft, had de toekomst. En daar willen we naartoe. En vandaar ook dat we een onderdeel van ons groot jubileumtoernooi dit jaar ook gaan aangepakt. Voor te beginnen en te starten met een jeugdtoernooi. En we hopen dat we daar in de loop van de tijd, niet alleen 4, maar de andere tafelclubs ook hun vruchten van gaan plukken. Gemeente Gulpen-Wittem werd in december geroemd door de Fietsersbond. Dit is te danken aan de grootschalige aanleg van fietsstroken. Omdat zij een voorbeeld zijn voor gemeentes, werden ze beloond met een origineel cadeau. Ik ben Raymond Ooswegel. Ik ben voorzitter van de Fietsersbond, afdeling Maastricht en Heuveland. En onder mijn hoede is het recreatief fietsen. En wat hij gebeurd is in de gemeente Gulpen-Wittem, namelijk fietsstroken aangebracht, waarbij fietsers dus veel meer ruimte hebben tussen het autoverkeer, dat vinden we een geweldige vooruitgang voor de fietsers. Voor de recreatieve fietsers, maar ook voor de fietsers die gewoon van huis naar werk fietsen, of kinderen die van huis naar school fietsen heen en terug. We wouden de gemeente daarvoor op Sinterklaasdag een presentje in de vorm van chocoladeletters aanreiken. Om dit eens onder de aandacht te brengen, want meestal is men van de Fietsersbond gewend dat we met protestacties bezig zijn of bezwaarschriften indienen. Maar nu overigens een keer een complimentje uitdelen. En de gemeente Gulpen-Wittem die verdient dat echt, want ze hebben dat voortvarend en grootschalig aangepakt. En het werk is nog niet gans klaar, want er komen er nog meer vrijliggende fietspaden in deze gemeente. We wouden met deze actie niet alleen de gemeente bedanken, maar ook laten zien dat in een goede samenwerking tussen gemeente en Fietsersbond hele leuke dingen bereikt kunnen worden. Nogmaals, goed voor de omgeving, goed voor het toerisme en veilig voor de fietser. En dat hopen we dat dat ook een voorbeeld kan zien voor andere gemeentes om het ook op deze manier aan te pakken. Ik ben Leo Maathuis, interim secretaris van de Fietsersbond, afdeling Maastricht en Heuveland. Wij zijn hier omdat wij de gemeente Gulpen-Wittem in het zonnetje willen zetten. En waarom? Want dat is natuurlijk niet onze dagelijkse bezigheid. Wij zijn een paar, tweetal jaren geleden zijn wij om advies gevraagd over de wegen in het Heuveland. Men wilde daar iets aan fietsveiligheid gaan doen. Wij hebben daar als afdeling een advies uitgebracht. En ja, we hebben nu de uitwerking voor ons, daar kunnen we gaan kijken en dan zien we inderdaad dat daar veel werk verricht is en een mooi resultaat behaald is. Wat heeft de gemeente precies gedaan ter verbetering van de fietsers?
Nou, wat wij gedaan hebben, we hebben bijvoorbeeld 13 kilometer van die fietsstroken aangelegd. En we zijn nog volop bezig in de uitvoering. Er komen nu nog een paar tracés, dat worden zelfs vrijliggende fietspaden. En dan kunnen we zeggen dat wij 80% van de gemeente het oppervlak overal fietspaden hebben aangelegd. Met name de schoolthuisroutes, die hebben het eerst onder de loep gepakt. Dus dat is prima. U bent de gemeente die het meest gedaan heeft voor de fietsers? Volgens de Fietsersbond wel en zijn wij een voorbeeld. Nou, ze mogen komen kijken en vragen bij ons. We zullen ze helpen indien nodig. Als CDA en fractie Fransen hebben wij het vorig jaar initiatiefvoorstel ingediend. Dat is breed gevolgd en vandaag zien we daar de eerste resultaten van. De Fietsbond heeft ons bekroond met een prijs dat het er heel goed uitziet in onze gemeente. Als fervent fietser kan ik dat bevestigen. Het is echt een mooi succes. Niet alleen voor de fietsers, maar ook voor de schooljeugd. We hopen nu dat in de toekomst nog er een fietspad op partij Mechelen komt. En nou, dan is het succes helemaal. Wij zijn heel blij als GroenLinks dat de fietspaden en de fietsveiligheid de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen. Dat vinden we ook heel hard nodig voor de veiligheid van onze jeugd, maar natuurlijk ook voor de toeristen. Heel mooi dat we dat vandaag met elkaar als raad en college en ook de Fietsersbond, dat we hierbij stilstaan. En persoonlijk ben ik extra blij omdat dat de fietsveiligheid voor mij een van de hoofdredenen was waarom ik überhaupt aan het raadswerk ben begonnen. Passend in de opmaat naar carnaval werd bij heemkundevereniging Sankt Tolbert in Vaals een lezing over carnaval georganiseerd. Deze werd verzorgd door Doris Schillings. In de aanloop naar de vastelovend wordt door kunsthistorica-doctorandus Doris Schillings in dat schoon gebouw van de heemkundevereniging Sankt Tolbert in Vaals een voordracht gehouden over de geschiedenis van carnaval. Haar publiek, hoe onder de prins Dennis er tweede van carnavalsvereniging De Grensule, maakte kennis met allerlei carnavaleske wetenswaardigheden. Ja, mevrouw Schillings, u hebt vanavond een lezing gegeven hier bij Sankt Tolbert in Vaals over carnaval. U bent beslist een echte carnavalist. Nee, helemaal niet. Hoe komt dat? Ik heb nooit graag carnaval gevierd. En toch een lezing geven over carnaval, zoveel vuur, zoveel passie. Dat moet je mij even uitleggen. Ja, goed, wat mij vooral heeft geboeid zijn de cultuurhistorische contexten waarin men het huidige carnaval vieren graag wil plaatsen. En als cultuurhistorica onderzoeken dus verschillende aspecten van cultuur en het kan dus ook carnaval zijn. U gaat in uw lezing heel ver terug in de tijd. Tot hoe ver terug kunnen we gaan om er nog iets van een carnavalskenmerk terug te vinden? Nou, dat kan inderdaad heel ver terug gaan. Als men het graag wil zien, de overeenkomsten, kan het inderdaad tot ongeveer 3000 voor Christus teruggaan. En welke aspecten zien we als eerste die duiden op een soort carnavalsfeest? Nou, één belangrijk aspect wat van begin af aan aanwezig is, is dus het ruilen van de rollen, het omwisselen van de rollen tussen de heer en de slaaf. Een belangrijk aspect ook, wat al in de oudheid aanwezig was, was de godheden die in de wintertijd naar de aarde kwamen en dan door de mensen, althans tijdelijk, vriendelijk werden ontvangen, maar dan toch weer terug moesten. Wij denken misschien dat carnaval iets is van Limburg, Brabant en het Rijnland, maar het is van veel verder verspreid afkomstig, hè? Ja, de oorsprongen, als men die wil geloven, zijn van verder af afkomstig. Later is, en dat is dus tot de middeleeuwen toe ook echt te documenteren, heeft dus de aanvankelijk katholieke kerk daar ook handig gebruik van gemaakt om dus het hele gebeuren in een katholieke context in te passen. En dan praten we eigenlijk over heel Europa? En dan praten we eigenlijk over het hele katholieke Europa, ja. Basel is er op de uitzondering als protestantse carnaval, maar voor de rest is carnaval een katholiek feest. Als we carnaval vieren, en we doen dat uitbundig, we doen dat in een bepaalde rol. Kunnen we dan ook iets van onszelf leren?
Ja, natuurlijk. Dat is dus het aspect van het ontmaskeren door een masker opzetten. Het gaat dus uit van de opvatting dat de normale mens in het normale alledaagse leven eigenlijk al een rol speelt. We zijn gebonden naar alle mogelijke sociale conventies om ons op een bepaalde manier te gedragen. En met carnaval kunnen we door dus een masker op te zetten, door een bepaalde verkleding te kiezen, kunnen we dan een keer aspecten van onze persoon uitleven die in het dagelijkse leven eigenlijk verboden zijn. Dus dat aspect van het maskerdragen bestaat zeer zeker. Carnaval is eigenlijk een heel optimistisch en heel positief feest, hè? Ja, dat is zeer zeker zo. Carnavalsachtige feesten zijn altijd gevierd in de late wintertijd. Als het dus weer duidelijk merkbaar is dat het zonlicht weer terugkomt. En dat men daardoor weer nieuwe hoop heeft. Dat dus ook de lente weer terugkomt. Dat de planten weer gaan groeien. Dat er weer geoogst kan worden. En dat de mens weer een jaar te leven heeft. Van Mesopotamië gaan we over naar Egypte, maar we blijven op dezelfde tijd. Dus we blijven op dezelfde tijd. In het Belgische Homboer wordt het oude vak van stroopstoker nog steeds uitgeoefend door wielrenner Roy Eusen. Henk Kroeze kijkt over zijn schouder mee en mag af en toe in de kookketel roeren. Hoe hem dit afgaat, ziet u nu. Stroopstoken is een oud ambacht. De Romeinen pijsten al appel en peren tot saap en kookten dit jarenlang in tot er een plekkerige massa overbleef die ze sapa noemden. Lekker, voedzaam en een ideale manier om fruit langer te bewaren. Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Koetsje door het Krijtland. Ja, en als hier dacht dat er geen schroep meer gemaakt wordt in zijn omgeving, dan houdt je het mis. Want hier in Homboer, vlak over de grens, achter Teuven, er wordt nog op een ouderwetse manier schroep gemaakt. En dat schroep maken wordt schroep stoken genoemd, want er wordt tijdens dat proces gans het gefunkeld. Ik ben hier nu de gast bij schroepstoker Roy Eusen. Er zitten nu 3 emmers saap in en dan is er ganse bodem bedekt met saap. En dan kan je het vuur aanmaken. Dat vuur dat gaat normaal gesproken in één keer zo, hè. Verzuimd is nu het gekookte fruit, de appels en de peren, wat we gisteren gekookt hebben tot appelmoes. Ze zijn voor nu aan het overhevelen naar de peers. En in de peers gewoon voor het strak midden mee doet peersje. En dat sap dat vangen we weer op.
En dat is al op de kleine ketel dan al een pruttel, het allereerste sap van een half zeven, ze gaat over dat. Veerdig. En zo moet we zorgen met dit emmerke dat we de ganse ketel lege schub krijgen. Beetje gelijkmatig verdelen in de peers. Anders krijg je het niet goed uitgepeerst, dan gaat de peers scheef zitten. En dan kan ze geen fatsoenlijke kracht niet zitten. En dan leek vandaag nog een 3 emmeren zo gaat, heb er ongeveer een 80, 85 kilo fruit erin. Lijkt voor 7 deuk. Die 7 deuk, die zorgen ervoor dat het sap niet met peersen dat helemaal onder hoeft, gewoon dan pas troet loopt. Maar de 7 deuk transporteren het sap tijdens het peersel naar de zijkant en voorzien te hier. Die plank die zitten niet allemaal vast tegen een einde, er zitten overal 2-3 mm tussen. Dus dan kan het sap via de zijkant en al naar boven gooien. En dat is het voordeel van die peersdeuk. Hier zit ongeveer een 600 kilogram fruit in. En van die 600 kilogram fruit krijg je ongeveer een 450 tot 500 liter sap van. Ja, en dus is al de verhouding. De bak is niet genoeg om dit zo op te vangen, dus we hebben een klein buffertankje. Hoeveel sap midden en midden opvangen. En van die 500 liter appelperensaap blijft uiteindelijk 65 kilogram schroep over. En wenn we uitgaan van 600 kilogram fruit, dan komt dat neer op een rendement van zo'n 12%. We hebben nu 50 liter sap bijgevuld. De eerste 50 liter dat wordt binnen schroep door het stoken. Heel veel water is er verdampt uit het appelsaap. En het sap werd dan steeds dikker. Maar omdat we zoveel sap hebben, we hebben in totaal een 450 tot 500 liter, doen we dat in porties toevoegen. Dat hebben we nu voor de tweede keer gedaan. Voorzien nu ook, dat kookt nu niet meer. De waterdamp is weg. Nu moet ik gaan reuren om de schroep, wat het binnen wordt, te mengen met het sap. En dan gaat hij vanzelf ook weer een beetje koken. En dan dumpen we nu weer vuur maken. Goed opstoken. En er zit nu al. Dat begint nu al meteen te dampen. We hebben van schroep met het sap gaan mengen. In de bannen, in genoem van mij, dat maakte door zo wie dat in Gerderdorp gebruikelijk wordt. Gerderdorp houdt in de schroepmaker. En hier wordt dat in de bannen. Die schroepmakers die zijn bijna allemaal gestopt, want daar houden ze geen bestaansrecht van. Maar hier is dat blijven doen tot op hoge leeftijd. Hij wordt er al tegen de 80. En toen zei hij ervan, ja, ik ga nu toch stoppen, want dit werd me te zwaar. Toen dacht ik, verdorie, als dat stopt, dan bist u de lekkere schroep kwijt. Ik zit in het onderwijs en dan had ik in deze periode had ik dan een week herfstvakantie. En dan zei ik, nog weer wat, ik kom mij helpen. Dan doe ik het zwaarder werk en dan leerde mij dat. Nou, dat had ik een jaar of vijf gedaan. Ondertussen kroeg ik dus, of hou ik het beroep onder de knie. Hij wordt er toen al inmiddels in de 80, hij is er uiteindelijk 91 geworden, dus een hele acceptabele leeftijd, ondanks het harde werken. Maar toen had ik de installatie, zoals ze nu hij steed, had ik die van Banholt naar Wilder gehaald. En daar had ik zelf in 20 jaar gestookt. Toen had ik die installatie van Wilder waar hij naartoe gehaald. Zoals hij nu steed, is dus ook 100 jaar geleden al gebroek terug de noem van mij en zelfs van de pap van hem.
Dat de schroep nu verder is, dan zie je hier op de stek, daar valt hier een vlag in een hoog in. En dat is een soort vlies en dan moest nog een beetje doorheen kunnen kijken. Dus je ziet nog goed, de stroopdruppel beginnen zich al te vormen. Dus dat zal niet meer zo heel lang duren, ik zal eens even reuren. Kijk, dat begint zich aan de bieten, dat begint al te lengen, dat wil al vallen. Maar nu lopen we nog gewoon langs de stijgen af. En we tot het vliesje ontstaat, het staat nu al gans klein. Ik zal nog een keer. Gans klein, boven in de hoek, hier vult het aan. En dan moet straks heel groot vallen, zo. En dan is de schroep verder. De bevolking wordt destijds hoofdzakelijk agrarisch. Genering houden park uit. En die houden dus ook weien over de fruitbomen gestoken. Dus die boeren die brachten dat fruit naar de plaatselijke stroopstoker. En die houden dan voor het ganse jaar houden die dan de schroep. Het wordt gedoor in die grote Kulse potten, baren zagen voor hij op het dialect of tegen. De schroep is ook onbeperkt houdbaar. De natuurlijke zoekers die erin zitten, die conserveren hem. Dus de boer was, ik ga met mijn gezin, die worden destijds vrij goed, ik ga 80 nummer get, kilogram schroep nodig. Nou, dan noemen zich twee van die baren mee. En het koet een jaar met verhoes en dat komt de Noorwaard samen. Zo'n stok voor ongeveer 40 tot 45 kuub houden wij. Dus op die 6 weken 10. Ketel, dat weegt eigenlijk te veel. Zo, nu zie ik, dat de ketel net is aangebrand. De klokhuisjes, wat nog erin zitten, die roetsen nu van de boeien af. De bojem zien je het nog koperkleur, is niet zwart. Dus we hebben gisteren goed gestookt. Alle fruit wordt gaar. En ik heb genoeg sabel ervan. En er is niet aan gebrand. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen om goede schroep te kunnen maken. Wat wil ik op mijn boterham? Dat wil ik op mijn boterham. Wat wil ik op mijn boterham? Schwab wil ik op mijn boterham. Ik wil Schwab. 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 Ik hou niet van kies en ik hou niet van schink. Voor mij geen salami of droogwurst. Ik wil Schwab. Schink, steek ik dat eens in de mond. Ik rook eens aan de schink, man, er stond nog kippenstroont. Ik zei toen tegen mam, geef de schink maar aan de hond. Schwab. Ik wil Schwab. Schroepstoken, Roy. Is dat slow food ten voeten uit? Ja, eigenlijk wel. Kijk, vergebroken onbespoorde hoogstam fruit, wat die in de omgeving groeit. Ja, hier staat gelukkig nog genoeg in de omgeving, dus we krijgen gelukkig weer genoeg geleverd van de boeren. Er is zo'n tijd geweest dat het geen minder wordt. Mm.
Dat betekent dus ook dat we meer schroep kunnen maken. Toen komen we van steeds verder. Vroeger waren we vanuit de familiekring, vrung in de zoegaten. En nu komen we steeds vaker de vreemdelui, wat ook er weg naar mij weten te vingen, omdat ze gewoon een gans eerlijk product krijgen, onbespoten, ja, zonder toevoegingen. En ja, dat is een eigen beetje ook de kenmerken van slowfood uiteindelijk. Dus, ja. Hoi, de Maxinge Schroep hier op het domein van de Molen van Medaal. Hier zijn vakantieappartementen, jullie komen hier op vakantie. Die zijn er natuurlijk tussen met de schroep bezig bent en die komen kijken, dus de grondleidingen. Wat voelt ze zich dan? Ambachtsman of iemand die in de toeristische sector bezig is? Eigenlijk een beetje alle tweeën. Want ja, de toeristen komen op de reuk af, die ruiken het zeutigst. Dat zijn altijd nieuwsgierig en ja, voor jullie zijn zeutige lui, dus daar geest ze op af. En dan probeer ik ze altijd op een hele leuke manier, niet echt een rondleiding te geven, maar gewoon te zeggen van luister, we maken dit hier, we maken puur product, proeven het in een keer. En dan hebben ze meteen een beetje gevangen, want ze kunnen altijd met een putje schroep terug. Dus ze wisten ook een beetje in de man wat de lui een beetje dit voorlegde, maar ook een beetje commercieel ingesteld van luister, dan neem ook dat putje schroep er nou mee. En dat lukt altijd wel, want als ze hem geproefd hebben, ja, dan zijn die lui meestal wel verkocht. En zeker wanneer ze zien wie ze dit smaken. Dus ze gaan ze aanbacht, alles wordt met de hand gedoe en dat spreekt die lui zeker. Aan. Zeker tegen de oude lui, die hebben een beetje herinnering naar vroeger, daar kennen ze het in. Dus eigenlijk ben ze met twee dingen tegelijk bezig. Dus een echte ambachtsman, wat toch de toeristen nog op een ja, leuke manier geprobeerd bied te brengen van wie het vroeger was. Frans, je ziet dat tijdens het stoken dat ze meerdere keren het vuur moesten aanmaken weer opnieuw. Hè? De temperatuur gaat dus omhoog en hij zak weer en gaat weer omhoog en hij zak weer. Heeft dat invloed op het uiteindelijke product? Ja, ik denk het wel. Omdat we inderdaad de temperatuurschommelingen van het vuur hebben, kookt bij mij niet altijd het saap. En doordat het niet altijd kookt, gaat het eigenlijk heel langzaamaan karamelliseren tot schroep. En ik denk, wanneer je continu een hoog vuur hebt, wat continu dit koken, dan karamelliseert dat veel sneller. Hoe duurt het toch en je een andere smaak hebt. En domme ding is dat, want ik krijg het heel vaak te horen, dat ik gewoon een hele fruitige smaak heb. En ik denk dat de fruitige smaak langer in de schroep blijft zitten, totdat er niet continu ja, op dat hoog kookniveau eigenlijk zit. Ik denk dat het er inderdaad wel mee te maken heeft. Tot zover deze uitzending. Het geplande item over Mie Makkum ziet u na de carnaval. We hopen dat u genoten heeft. Wilt u deze uitzending nog eens bekijken, kunt u terecht op www.omroepkrijtland.nl. Adieu!